Goedemiddag, het is maandagmiddag 22 februari van het jaar 2021. Ja, we zijn live. Inderdaad, we praten over de Eredivisie, over Champions League voetbal en over Europees voetbal. Dat doen we met onze gast van vandaag, de 24-jarige doelman van FC Twente, Joël Drommel. Van harte welkom. Dank. En met in eerste instantie Suleiman Öztürk. Die praat natuurlijk over het Europese voetbal. Maar we beginnen met de gebruikelijke stellingen, waar je alleen maar ja of nee op mag antwoorden. En stelling 1 is, Feyenoord, waar je gisteren 2-2 tegen speelde, gaat een vrije val maken. Nee. Verstandig antwoord. Jij? Ja. Ja. Stelling 2 is, stap van de Eredivisie naar de top van Europa is te groot geworden. Nee. Want daar hoop je nog steeds op. Of nog steeds op, daar hoop je nadrukkelijk op. En 3, oh, jij mag ook zeggen wat je... Ben ik met Joël eens, nee. Nee. En de 3e is, Frank de Boer moet Joël Drommel oproepen voor het Nederlands elftal. Ja. Nee. Nou, hij zit aan tafel, dus aan mij tegen zegt toch nee. Goeie kans weer van Aardigem en hij scoort. Oh, de goal! PSV past weer over. Kluivert, ja! En die komt erin! Ja! De Depay doet het met de Panenka. Ja, je was nog bezig met een stemverklaring toen de leader werd gestart, want je mag alleen maar ja en nee zeggen. Maar jij zei op de vraag, Frank de Boer moet Joël Drommel oproepen, hij is aan tafel, maar ik zeg toch nee. Dan mag je nu nog even, vind je niet, mag nu nog even toelichten. Hè? Ja, dan ben ik wel benieuwd. Dat doe ik graag. Eigenlijk, Frank de Boer moet sowieso niets. Van ons wel, hoor. Ja, van ons wel. Ja. Xillis is nummer 1. Dat heeft hij uitgesproken na het komende EK. Als die is weer begonnen zaterdag, gisteren. Valencia heeft hij gekiept. Ja. 1-0 gewonnen, of 2-0, de 0 gehouden. Ik denk dat als hij af en toe, of regelmatig nu, gaat keepen, dat hij de nummer 1 is. Krul nummer 2. En dan, ja, dat wordt een strijd, en dat weet Joël ook, om die 3e positie. Dan kun je kiezen voor, nemen we een talent mee om... Om aan het vak te laten ruiken, het oranje vak, laat ik het zo maar zeggen. Dan kun je voor Joël kiezen. Ja, dat kan. Maar ja, dat lijkt me vrij logisch. Ja, het is een keuze die de trainer uiteindelijk moet maken. Maar ja, het zou mooi zijn als je erbij wordt geroepen natuurlijk. Nou, het zal zeker mooi zijn gezien jouw loopbaan. Nou, eerst even de cijfers erbij pakken, de statistieken. Want daar houden we hier erg van wat je allemaal te dusver als profvoetballer gedaan hebt. U kunt ze rustig meelezen. Jij zelf zei, goh, ik kreeg nog, toen je ze zag net, ik kreeg wel in de keukenkampioendivisie veel, had ik veel goals tegen. Hè? Ja, en ook wel wat clean sheets natuurlijk. Ja, ook. Ook een hoog reddingspercentage zie ik hier. Jawel, hè? Ja. Iets hoger dan wat nu. Maar... Ja, je bent 24 en we noemen hem een jonge keeper. Maar hij heeft best wel al behoorlijk wat meegemaakt. Want ik ben er eens ingedoken. Want ik denk, Joël Drommel komt langs. Wie zit er eigenlijk aan tafel? Ja. Dat doet al jaren mee. Is gedegradeerd. De Twente allerlei zaken. Van alles meegemaakt, zeker. Is, ja, als behoorlijk. 18-jarige jongen mag je debuteren in het eerste. Wisselvallig. Dan krijg je een blessure. Maak hier en daar foutjes. Heel Nederland heeft een woord over je. En de jaren later mag je weer op goal staan en sindsdien heb ik het niet meer weggegeven. Nee, overigens voor alle duidelijkheid, we weten het allemaal, maar toch, je was voetballer. Echt veldspeler was je was middenvelder. Daar hebben we nog een prachtige foto van, een gekende foto. Toen speelde je bij, kijk dat is... Ja, dus onderweld tegen Richairo Sivkovic is dit, ja. Dat was in de C2, klopt. Ja, hele leuke foto. Dat is een tijdje terug al. Ja. Leuk om dat terug te zien. Ja. Maar wat voor voetballer was je? Ja, ik was een middenvelder. Ja. Soms een 4 die wel eens mee in het middenveld ging. Verdedigen naar het middenveld. Spelen maken, diepteballen geven. En altijd wel agressief in duels komen. Ja. En wat deed jou besluiten om keeper te worden? Ja, mijn vader was altijd natuurlijk keeper geweest. En, Piet-Jan? Ja, Piet-Jan Drommel. Ja. En... hij zei op een gegeven moment dat ik keeper moest worden, want er ging een keeper weg bij de C1 destijds bij Almere City. En toen mocht ik elke maandag keeperstraining volgen en de rest van de week voetballen. En op een gegeven moment moest ik de keuze maken of keeper of spelen. En dat werd keeper toen. Ja, overigens, ik zie die foto, maar daarmee maak je een sliding met je linkerbeen. Ja. Volgens mij ben je behoorlijk rechtsbenig. Ja, ik ben wel rechtsbenig, maar in zo'n situatie moet ik hem... volgens mij paste ik hem hier gewoon uit. Het was een sprintduel. Ja. Ik weet de situatie ook niet meer echt, maar... Nee, volgens logisch. Volgens mij paste ik hem hier uit. Maar je hebt daarvoor nooit gekiept? Ik was altijd wel voetballer, maar ik deed wel eens van die dagen mee dat je kon inschrijven. Frans Hoekdagen. En dan werd ik een keer al derde keeper van Noord-Holland of tweede keeper. Ik weet niet meer echt precies, dat is een tijdje terug.
Maar daar geeft hij me wel eens voor in. En ik vond keeper altijd wel leuk. En vroeger in de jeugd, toen ik nog bij Zandvoort speelde, viel een keeper uit en mocht een keer op goal staan. En ja, ik pakte wat aardige ballen. En ja, sindsdien altijd wel leuk gevonden. Want je had toen al de lengte mee, of niet? Die tijd was ik nog niet heel lang dan nu. Maar ja, ik was wel iets groter dan de andere jongens. Ja, ja. Precies. Ja. Overigens, als ik de verhalen lees over je vader, hoe die meeleeft. Dat is, ja, ik herken die dat. Die kan niet stilzitten. Die houdt wel van een wedstrijd kijken, sowieso als eentje. Ja, het liefst natuurlijk in het stadion. Hij is er altijd bij. Maar nu, hij heeft een friethuis en hij heeft een eigen keldertje. En daar kan hij lekker de wedstrijden volgen. Dan sluit hij zich op. Dan sluit hij zichzelf op, ja. Ja. Niemand mag hem ook lastigvallen. Hij moet echt in zijn eentje de wedstrijd kijken met focus. En hij leeft heel erg mee. Hoe was het voor hem toen jij bij Niels Aftal werd gehaald? Ja, dat was kippenvel. Allebei, ik belde hem op en allebei tranen in de ogen natuurlijk. Ja, daar werk je voor en hij heeft altijd voor je klaargestaan en altijd geïnvesteerd in extra trainingen. En ja, dan mag je belonen met Nederland zelf en dan ben je samen heel trots op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Overigens, jouw trainer was toen al Ron Jansen. En die kreeg toen het eerste telefoontje van je keeper Ron zit bij Oranje. Waar was je toen je het hoorde dat hij geselecteerd was? En wat was je reactie? Thuis. En ik werd gebeld door de bondscoach, door Frank de Boer. Kijk aan. En ik had 's middags al gezien dat Bijlo was uitgevallen. Dus ik, toen ik het zag op mijn mobieltje Frank de Boer, had ik meteen door van, nou, dit is voor Joël. En ja, hij heeft het ook wel verdiend. Hè. Hij heeft niet één wedstrijd goed gekeept, maar hij is gewoon goed bezig. Dus ja. Ik vind het een mooie waardering van hem. Ja, denk je echt dat hij het inzicht heeft om eerste keeper van Oranje te worden misschien over een paar jaar? Ja, de tijd zal het uitwijzen, maar ik wil niet degene zijn, zeker niet omdat je zijn eigen trainer bent, die hem al op die troon zet. Maar dat hij nog beter kan worden, als je kijkt naar leeftijd en mogelijkheden, dan denk ik wel dat hij nog beter kan worden. En hoe goed dat dan is, is ook afhankelijk van andere keepers natuurlijk. Hij wordt geroemd om zijn voetballend vermogen, maar ik denk dat hij daar nog beter kan kiezen wanneer hij kiest voor een lange bal en voor een inspeelpaas. Of wanneer kun je wel risico, wanneer kun je een centrale verdediger wel inspelen over de grond en wanneer niet. Dat kan nog beter, met name dat hij nog wel vaker wel mag inspelen. Ja, en ook de ruimte achter de verdediging. Nog beter herkennen van de bal komt in die hoek. Maar op welk aspect dan iedereen kan altijd nog een heleboel leren. Alleen sommige dingen beheerst hij wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, wat vind je van zijn op- en aanmerken? Jij kan broek zeggen onzin. Nee, zeker. Hij heeft zeker gelijk. Mooie woorden. Wat hij zegt, iedereen kan natuurlijk beter worden op bepaalde vlakken. Maar ja, er zit nog genoeg in me dat ik nog een betere keeper kan worden. Ja, is jouw vader kritisch op je of is je vader echt een fan? Hij is zeker kritisch op me. Ja? Ja, ik ben zelf ook natuurlijk kritisch. Ja, blijf ik altijd houden. We gaan straks praten over Twente Feyenoord met Krabby. Maar Trein Krammerdam, want die was bij die wedstrijd aanwezig. Overigens, ik zag twee dingen. Ik ben ook kritisch. Ik zag een hoge bal door het strafschopgebied komen waarvan ik dacht, je timed verkeerd, weet je wel? Gisteren was Van Berghuis die bal. Die? Ja, nou, dan moet je gewoon blijven staan. Ja? Ja, dan moet je niet uitkomen. Het was ook buitenspel. Maar soms dan zit er nog misschien iets speler in mij dat jij uit wilt komen of dat je te gretig bent. En ja, dan moet je gewoon een keuze maken, blijf gewoon staan en dan gebeurt er verder niks. Ja, deze zeker dus gelijk in. Dat soort van Toornstra dacht ik dat je niet kon. Je was geweldig hard genomen, maar je kon je niet zien aankomen. Hè? Nee, iemand stond precies in de bal en volgens mij was dat Godfried. Ja, je zag hem laat. De zon was ook heel fel, maar dat is geen excuus. Maar ja, ik raakte hem nog en het was heerlijk geweest als je hem had eruit getikt. Maar ja, zat er ook wel aardig in. Ja, want was eigenlijk een rotwedstrijd voor een keeper, want je hebt niet veel te doen gehad. Nee, dat is altijd wel lastig. Meestal als je veel reddingen verricht, dan groei je echt in de wedstrijd. En gisteren was dat niet echt, maar je moet altijd heel scherp blijven en focus houden. Ja, nou, ik heb gevraagd ook speciaal, omdat Suleiman hier zit, wie jouw favoriete doelman is. Ja, dat is Ter Stegen van Barcelona. Ja, ik kijk heel erg naar hem. Ik vind het echt een allround keeper. Die man kan heel goed meevoetballen, kan
heel goed uitkomen in die 1-op-1's. Het straalt zoveel rust uit, dus daar kan ik echt van genieten. Nou, ik begrijp wel waarom hij fan is van Ter Stegen als je rechtshalf bent geweest. Ter Stegen is, nou, ik wil niet zeggen rechtshalf, maar als je die... je ziet wel van die kaarten online verschijnen met de paasmap van spelers. En dan zie je gewoon Ter Stegen in een wedstrijd 40 van de 41 paases vooruit goed heeft gespeeld. Ja. Dan kun je aardig meevoetballen als keeper op dat niveau. Zeker. Dat geeft zoveel, dat straalt zoveel rust ook uit. Dat zo'n keeper dat kan. Maar dat meevoetballen, dat is wel een... ik heb weer afgelopen week Champions League voetbal zitten kijken. En dan Chesney wil ook meevoetballen. En dat gaat dan fout in de eerste minuut. En dat zie je regelmatig fout gaan. Maar ik vind dat... Bij Chesney dat vooral dat die speler kaats hem tekort. Klopt. Misschien had hij niet in moeten spelen, die bal. Maar ja, wordt maar dat soort tekort. Momenten, wel of niet meevoetballen. Ja, dat is het. Soms moet je gewoon voor de lange bal gaan. En dat maakt zeker wel als keepers fout in. Ja. Maar iets over Ron Jans. Hè. Klopt het dat hij begin van het seizoen, hij is met elke speler gaan zitten, maar ook met jou, en dat toen al uitgesproken is van Oranje halen is een doel? Of is dat... Nou, hij, als ik heel eerlijk ben, we waren op trainingskamp in de Lutte en ik moest naar hem toe en hij zei, ik zie je wel over een paar jaar bij Nederland zelf dan. En wat dacht jij toen? Ja, ik heb altijd ambities en je wilt iets en ik geloof altijd in mezelf. En, Maar zat dat al in je hoofd of heeft hij dat bij jou toch getriggerd? Nee, hij heeft het wel tegen mij gezegd en je hoopt natuurlijk altijd om bij Nederland zelf te komen. Dat is de ultieme droom voor een... voor een speler en het is ook gelukt. Ja. Eén keer dan. Zeker. Ja. En de selectie komt eraan. We hebben ons uiterste best gedaan, maar hij zegt nee. Maar goed, dat nemen we... Vind ik wel jammer. Ja, we nemen hem voor eeuwig kwalijk. Dus, het is mijn schuld. Ja. Niet jouw schuld. Overigens, je hebt gekeken naar het Europees voetbal. Laten we dat eens even beetpakken. We beginnen altijd over Barcelona. Dat zit helemaal in ons, in mij. Dat blijft ook wel op... dat was natuurlijk een afstraffing. Ja, op die manier dat een verdediger, Langlais, in de voorlaatste minuut zo onvoorzichtig is. Ja, dat kun je als trainer Langlais het kwalijk nemen na afloop van de wedstrijd. Maar dat doet Koeman dan niet, want hij is intelligent. Hij moet met hem door. Hij weet ook wel dat dit de spelersgroep is. Iedereen heeft het kunnen zien tegen Paris Saint-Germain. Dat Barcelona is kwetsbaar, ook tegen Cadiz. En daar heb je nu eenmaal mee te maken. Maar... op een gekke manier zijn ze ook ingelopen op Atletico Madrid de afgelopen weken. Ja. Ze staan maar 2 punten achter op Real. Real is die kandidaat, dus Barcelona ook. Mocht het de komende weken meezitten, meevallen, een aantal blessures terugkeren bij Barcelona, dan kunnen ze zomaar meegaan doen om de titel. Dat klinkt heel gek. Gisteren, en dat is misschien ook wel gek. Gisteren spelen ze in de slotfase natuurlijk 2 hele belangrijke punten tegen Cadiz, hè? Ja, ze verspelen 2 punten, spelen 1-1, maar ze hebben de totale controle over die wedstrijd. Koeman wisselt met het oog op een wedstrijd over 3 dagen, want ze spelen midweeks weer en dan het weekend weer. Dus hij gokt eigenlijk. En dat pakt dan net verkeerd uit, dat Cadiz dan zo'n punt heeft. Ze hadden ook volgens mij wel wat kans hoor, Barcelona. Ja, ze hadden met 3-0 moeten winnen. Ja. Messi die net naschiet. Dembele die net een verkeerde keuze maakt. Kijk, zonde. Cadiz heeft gewonnen van Barcelona en een keer gelijk gespeeld. 2 keer onder de 20% balbezit. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, in het begin van het seizoen, die zijn nu ook lager. Ja, die in het begin van het seizoen speelden ze ongelooflijk succesvol met een hele defensieve stelling. Ja, nu ook weer. Ze hebben van Real Madrid gewonnen, van Barcelona gewonnen, nu gelijk gespeeld. Ja. Door niet te voetballen. En je ziet het ook aan Koeman, hè. Hij gebruikt een Nederlands geldwoord. Je kon het meelip lezen. Verdomme, hij eindigt het op. Die denkt, wat over mijn combine. Ja, dat blijft een lastig verhaal daar trouwens. Onze vriend Simeone, die speelt morgenavond, dacht ik, tegen Chelsea. Die raakt het een beetje kwijt. Dus wat moeizamer. Ja, dat is een vechtmachine. En die verliezen nu 2 keer, of 2 keer op rij van hetzelfde tegenstander, de laatste punten liggen. Ze verliezen nu van Levante en ze hebben al gelijk gespeeld op maandagavond tegen dezelfde tegenstander. Zo vreemd door de corona. Speelden ze 2 keer achter elkaar tegen Levante. Kijk, Atletico staat er heel goed voor. Ze staan 6 punten voor op Real. Of 3 punten plus 3 punten, we moeten nog een wedstrijd inhalen. Ja, dat is voor Atletico natuurlijk heel goed. Alleen, ze hebben de afgelopen 4 wedstrijden 7 punten laten liggen. Het is maar net hoe je het wil bekijken. Maar Atletico staat er goed voor. En er is een hele vervelende tegenstander voor iedereen. Ook voor Chelsea. Voor City, voor Bayern München straks als ze verder komen. En het is een soort voetbal waar wij Nederlanders, want we beginnen altijd over Barcelona, waar wij niet zo van houden. Omdat het uitgaat van balbezit van de tegenstander.
Wat is jouw favoriete club als het gaat om Europees voetbal? Buitenland, ja, ik ben altijd wel een Madrid-fan. Real Madrid? Ja. Ja? Ja. En ja, die volg ik graag. Dat ja. is een mooie club natuurlijk. Maar in het algemeen ben ik wel gewoon liefhebber van alle topclubs in de wereld. Ja, ik volg ook kan van iedereen wel. Dan kan je gewoon aanschuiven, want dat geldt voor iedereen die hier aan tafel. Ja, ja. Ja. Of, wat zei je? Nou, jij bent toch ook deels in Spanje opgegroeid? Of ja, ik ben toen ik 6 maanden was, ben ik daar gewoond tot mijn 6 jaar. Je spreekt toch vloeiend Spaans? Si habla poco español. Nee, okay. Een klein beetje. Más o menos. Huh? Más o menos. Más o menos. Ja. Nee, ik praat, ik versta een beetje en ja, als je 6 jaar, je gaat weer terug naar Nederland en dan vergeet je ook natuurlijk weer veel en dan ga je naar Nederlandse school. Maar ik heb een oudere zus en mijn moeder, die spreken wel vloeiend Spaans. Dus ja, ik vind de taal wel heel mooi en misschien ooit dat ik het wel goed wil leren. Je weet het nooit, hè? Ja, je weet het nooit. Wat zijn je ambities? Want je contract, je hebt nog een jaar contract, hè? Hij loopt nu af. Ja, weet ik, maar een optie voor nog een jaar, hè? Ja, optie, ja, die gaan we hoogwaarschijnlijk lichten. Maar ja, de bedoeling is wel dat ik na dit jaar een stap ga maken. Ja, en dat kan ook gewoon meteen buitenland zijn of? Het zou van alles kunnen. Ja, dat is een logisch antwoord. Dat hou ik nog in het midden, ja, zeker. Oh, ik had gedacht, ik weet niet waarom, dat Neuer, want Neuer spreekt natuurlijk zoveel jonge keepers aan, dat je Neuer zou kiezen. Maar dat is, ik zie een beetje hetzelfde als Ter Stegen. Het is ook natuurlijk een hele goede keeper. Maar vroeger was het vooral Neuer, maar Ter Stegen, ja. Op een gegeven moment moet je kiezen en dan is Ter Stegen wel met nummer 1. Het programma van de Champions League even bijnemen voor deze week. Dat zijn weer hele aardige wedstrijden. Beginnen morgenavond, ik heb er al even van één genoemd. Dat deed ik inderdaad thuis tegen Chelsea. Dan moet Bayern München weer spelen, want die spelen wat af. Hè. Ook met die wereldbeker voor clubteams. Tegen Lazio nu. Dan Atalanta tegen Real Madrid. Heel nieuwsgierig naar. Want Atalanta won met 4-2 van Napoli. En München klappen tegen Manchester City. Op Manchester City staat geen maat. In de Premier League niet. Ik ben nu 18 wedstrijden op rij gewonnen in alle competities. Zo. Ja, dat is ongelooflijk. Ze spelen ook heel goed voetbal. Je wordt echt ondersteboven gelopen door de veldbezetting. Pep Guardiola is eigenlijk een beetje teruggegaan naar het Cruyffiaanse gedachtegoed. Vleugelspelers, linkspoot op links en een rechtspoot op rechts. Die moeten ook breed staan en ja, daar heeft het tegenstander nu, want het is allemaal veranderd nu in de Premier League. Ook iedereen speelt naar binnen toe. En hij heeft het weer omgezet. Dus hij is eigenlijk terug in de tijd gegaan. En dat heet dan modern voetbal. Maar ja, dat is wel leuk om te zien. Daar heeft het tegenstander op dit moment helemaal geen antwoord op. Arsenal ook het eerste half uur. Dan zit je te kijken en dan wordt daar een verdediging kapot gespeeld. Riyad Mahrez 1-1 tegen Tierney. Dat doet gewoon pijn. Dan heb je echt medelijden met die defensie van Arsenal. Het wordt dan weliswaar maar 1-0. Maar iedereen die dat terug gaat zitten kijken, omdat ze nu enthousiast zijn geraakt door mijn woorden, die zal het zien. Ja, maar een half uur lang gewoon kapot gespeeld. Ja. Alleen het is wel zo in de Champions League, ja, dat zijn de marges. Hè. Je komt ook tegen Haaland te staan en als die een goede avond heeft, dat hebben we meegemaakt. Niet normaal. Die heeft ook een goal gemaakt dit weekend. Hè? Zo. Dat is toch niet normaal. Nee. Fenomeen. Ja, hoe kijk jij daarna als keeper? Dat is zo'n jongen dat die uit alle hoeken en standen hard. Bizar. Die kan zo hard schieten, die is zo snel. En ja, als je naar dat niveau gaat, dan wordt het allemaal alleen maar moeilijker. Ja, Bundesliga is een mooie competitie. Een hele mooie competitie. Kijk ook graag naar. Ja, je wil niks zeggen over je toekomst, dat kan misschien nog niet. Maar... Spreek geen Spaans in Spanje, in Duitsland, hè? Nee, maar er zijn toch wel clubs die geïnformeerd hebben naar jou, de Hertha en Stuttgart en dat soort clubs, of niet? Of zit ik dan verkeerd? Ja, er zijn wel dingetjes geweest, maar of het echt allemaal echt concreet was... Maar je wil echt als eerste keeper ergens naartoe, hè? Tuurlijk. Kijk, ik ben 24 en je wilt gewoon blijven spelen. Dat is het belangrijkste. Ja. Je wilt blijven verder ontwikkelen. En dat moet als eerste keeper gewoon zijn. Want mijn club. Anderlecht wil hem heel graag hebben. Compagnie is een trainer die wil ook een keeper hebben, zoals Pep Guardiola ook Ederson heeft. Die van achteruit kan voetballen. En Anderlecht is afgelopen zomer heel concreet geweest voor het Drommel. Ja, heb je ook met Company zelf of de club gesproken destijds? Ik ben als ik heel eerlijk ben ik wel gebeld ook door die technisch directeur. Omdat de keeper van Anderlecht zou misschien naar Ajax gaan, Krombrugge. Van Krombrugge, ja. Ja. Maar het is niet verder gelopen. Maar ik denk dat het beste voor mij is geweest om gewoon nog een jaar bij Twente te zijn. Zeker, want je bent, ja. Ook vooral omdat je stopt al in maart. Dus je hebt ook al lang geen wedstrijden gespeeld. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin hier en het voelt allemaal heel goed. Nee, dat begrijp ik, maar ik bedoel meer, Anderlecht op zich zou wel een verstandige keuze zijn. Het is een topclub in België.
Ze spelen op een bepaalde manier. Verrast me een beetje, omdat de Belgische competitie... Die is misschien, nou bedoel ik dat niet vervelend, maar zwakker dan de Nederlandse. Misschien bepaalde teams, denk ik. Maar je ziet zoals een Noah Lang, die groeit daar ook niet normaal. Maar ja, het is een mooie competitie, maar ja. Ja, zwakker in welke zin? Ik bedoel, het algemene niveau van de competitie is misschien wel waar. Maar ja, kijk, je speelt met Club Brugge wel gewoon bijna elk jaar. Die staan nu bovenaan en die bijna elk jaar wel 6 wedstrijden in de Champions League. Je speelt ook tegen Oostende en Leuven en dat soort tegenstanders. Maar ja, Twente is natuurlijk een mooie club in Nederland. Anderlecht is wel een topclub. En ja, ik had die keuze wel kunnen begrijpen, ook vanuit de filosofie van Compagnie en hoe hij wil voetballen en wat voor keeper hij daarbij zoekt. Het lijkt me wel belangrijk dat je daar rekening mee houdt als keeper. Ja. Bij wat voor club teken ik en inderdaad ga ik spelen of nee? Ja. Het moet gewoon, het plaatje moet echt gewoon perfect zijn. Spelen, wat willen ze met je? Wat zijn de doelen? De keepers trainen vind ik ook heel belangrijk. Want jij, daar train je dagelijks mee. Het is heel belangrijk. Maar je hebt nu Sander Bosker. Ja, zeker. Top trainer. Ja? Ja, zeker. Ja. Hele leuk vent. Bloedfanatiek. Werkt goed samen, ook met andere keepers. Jeffrey de Lange werkt ook heel goed samen, die van Ajax is gekomen. Ja. En ik hoop dat hij straks de toekomst wordt ook bij Twente en ik gun hem echt van harte. Ik ben ook buiten dat goed bevriend met hem. Buiten voetbal zijn we heel goed samen en we bespreken van alles met elkaar. En met Bosker, een hele goede trainer, heb ik veel van geleerd. Die heeft natuurlijk alles zelf meegemaakt. Ik kijk vaak de beelden samen terug van wedstrijden en hele goede band mee ook. Ik weet niet of we de stelling 2 erbij kunnen halen, want dan pakken we die gewoon erbij. Want die was een stap van Eredivisie naar Europese top is te groot geworden. Daar zie jij nee op. Mm-hmm. Daar zie jij ook weer. Ik zou ook nee, maar dat is wel heel afhankelijk van de speler, de club, de competitie. Ja. Want we zien wat er met Ziyech gebeurt. Hè, om een speler te noemen uit de Eredivisie, de beste speler van de Eredivisie. Ja. Door ons allen op het schild gehezen. Jammer dat hij niet voor Oranje speelt. En die komt dan bij Chelsea terecht, trainingswissel. En speelt al wedstrijden, wekenlang speelt hij niet. En hij kwam er dan afgelopen weekend in omdat een andere jongen gewisseld werd. Omdat hij geen goede lichaamshouding had. Dat is, die er net in was trouwens. Die er net in was, daarom mocht hij spelen. Anders had Ziyech opnieuw de hele tijd op de bank gezeten. Je kent Ziyech natuurlijk heel goed. Ja, ik ken hem heel goed. Ook niet, maar ik heb al een paar jaar. Ja, zeker. Een hele goede speler, niet normaal. En het is natuurlijk jammer dat hij nu niet speelt. Maar hij heeft goals met Ajax gemaakt. Bizar. Mooie tijd. Maar dat zegt dus helemaal niks, hè? Dat je bij Ajax uitblinkt in de Champions League. Dat je Chelsea kapot speelt. Ziyech heeft Chelsea op zijn verpits kapot gespeeld met. Ja, toch wel voetbal dat je denkt van wow, dat is een voetballer. En die telt nu gewoon helemaal niet mee. Van de Beek hetzelfde verhaal. Ja. Real Madrid op een hoopje gespeeld met 10 anderen natuurlijk. Nou, we hebben juist daar ook bij. We hebben Frans Hoek hier aan tafel gehad. Die ken je natuurlijk. Die tafel gehad. Die bij United in Engeland heeft gewerkt. En die zegt, we onderschatten nog steeds het grote verschil in tempo, in fysiek. Want dat moet je eerst beheersen. Waarvoor je in voetbal aan de kwaliteit toe komt. Het verschil tussen Engeland en Nederland. Dat waren zijn woorden. Ja, ik weet, ik onderschat dat niet heel erg. Maar het is ook wel heel even afhankelijk van wie de trainer is en wat hij van een speler verlangt. Er zit nu een Duitse trainer en die wil heel graag dat als ze de bal niet hebben, dat de bal snel veroverd wordt. Ja, dan heeft hij meer aan Mason Mount dan aan Hakim Ziyech. En daarom speelt Mason Mount en daarom speelt Hakim Ziyech niet. Dat heeft daarmee te maken. Ik weet niet of het te maken heeft met het niveau van de Premier League. Dat heeft gewoon te maken met de visie van een trainer. Joël zal het ook meegemaakt hebben, nieuwe trainer, tweede keeper. Dat heb je af en toe. Ja, je bent in het begin behoorlijk gewisseld, maar toen was je hartstikke jong. Ja, ik was 18 toen ik mijn debuut maakte. En René Haken, Alfred Schreuder was net ontslagen, toen werd René Haken de hoofdtrainer. Die koos voor Marsman? Nee, die koos voor mij toen. Koos voor mij. Ja. En ik weet niet eens, na een paar wedstrijden, een stuk of 10, toen ging het niet zo goed met mij. En toen switchte hij weer naar Marsman. Dat bedoelde ik, klopt. Ja. Je hebt het meegemaakt en toen ben je weer tweede keeper geworden. Ja, klopt. Dat is lekker voor je. Nee, dat is niet lekker. Zeker niet. Daarna breek je je voet of je middenvoetsbeentje. En dan zit je wel even in een putje natuurlijk. Maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt als mens, als speler. Dus
Ik heb wel wat meegemaakt hier bij Twente. Ja, want ja, degradatie? Degradatie. Daarna word je wel weer kampioen. Ja, van alles is er wel gebeurd. Ja, en het bloed van het publiek natuurlijk. Ja, zeker. We zijn ook wel kritisch. Ja, veel positieve dingen en sommige minder dingen, maar dat neem je allemaal mee in bagage dragen. Hoe zou jij, wat zou je ervan vinden als jouw trainer zou besluiten om wekelijks van samenstelling te veranderen? Om spelers als Europees voetbal rust te geven, wat nu bij PSV aan de orde is. Hè? Is dat voor een speler acceptabel of zeg je van ik wil altijd het beste team? Je wilt denk ik het beste team spelen en zelf als speler denk ik, vooral ik als keeper, wil je elke wedstrijd blijven spelen. Maakt niet uit welke wedstrijd, je wilt altijd spelen. Dus ja, die keuze ligt gewoon echt aan de trainer. Ja. Wat hij ervan vindt, of hij de spelers rust moet geven of niet. Ja, dat is natuurlijk het item momenteel, hè? Ja, ik denk dat Roger Schmidt, daar gaat het natuurlijk over. Dat hij gewoon inzet op succes in Europa nu. Ajax wordt toch wel kampioen. Dat kan hij niet uitspreken naar PSV-fans toe. Maar hij kiest nu voor het Europese verhaal. Maar het belang van de tweede plek in de competitie is ook groot natuurlijk. Ja, maar dan kom je in een voorronde traject terecht. En dan is het zo lastig om je te kwalificeren. En ja, dan is het keuzes maken. En ik denk dat hij heeft gekozen voor, we gaan nu proberen rond verder te komen in Europa. En hij gokt erop, want hij gokt echt, dat je dan zo'n wedstrijd tegen Vitesse wel wint met 4-5 wissels. Nou, dat pakt dan verkeerd uit. Nou, dat had helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Nou ja, ik heb de eerste helft gekeken en ik schrok me kapot. Ik denk, wat is hier aan de hand? Vitesse, vooral die ene kans op de paal. Broja. Ja, die moet iedereen wel maken, vind ik. En die zou jij wel maken als je daar gestaan? Ja, tuurlijk. Ja. Met je linker open goal. Als je gewoon wat rustiger blijft. En, mag ik het over een ander spelen? Want jij speelt met hem samen nu. Narsing. Training. Scoort hij wel op de training? Ja, zeker. Ja? Ja. Gisteren mocht hij niet scoren tegen Feyenoord, volgens mij. Okay. Nee, je ziet hem steeds meer groeien in een wedstrijd. Hij heeft natuurlijk ook weinig gespeeld. En je ziet hem steeds meer groeien. En die kansen komen steeds meer ook tegen Vitesse. Die kopbal werd net van de lijn gehaald. Gisteren een paar kansen. Maar dat gaat wel komen. Ja. Hij doet het hartstikke goed en ik ben blij dat hij er ook is. Op zich wel goed gezien van Strooien, toch? Dat je Narsing dan pakt voor de Czerny. Nou ja, voor Czerny natuurlijk. Ze hebben gewoon helemaal een leuke selectie. Ja, zeker. We zijn ook echt een team en de sfeer is ook echt hartstikke goed. Geselecteerd op techniek, op voetbalvaardigheden vind ik. We zijn prima bezig. Het kan altijd beter. We kunnen nog meer punten pakken wat we nu hebben gepakt. Maar thuis bijvoorbeeld? Ja, thuis vooral. Ja. Thuis vooral echt. Ja, maar dan mis je de grotsvesten. Dan mis je de fans. Dan mis je het publiek. Die kunnen je nog een duwtje in de rug geven. Maar ik denk dat iedereen dat kan. Wordt daar onderling over gesproken? Als jullie dan in een groepsapp of zo van Smit heeft weer een soort hocus-pocus opstelling. Nee, dat is vooral bij ons. Wij doen dat. Wij van de media. Wij van de media doen dat enorm momenteel natuurlijk. Want Roger Smit is overal het onderwerp. Ik heb, ik kan het misschien met een van de weinigen wel volgen. Ik las vanochtend een uitspraak van hem in de krant en denk, dat is niet zo onzinnig. Hij zei, ik heb donderdagavond gezien hoe de spelers erbij zijn. Ik heb vrijdag de training geleid en ik zie hoe de spelers erbij zitten. Dus ik denk dat dit het beste was voor het elftal. Dan zou ik alleen gezegd hebben, wat hij gedaan heeft is een beetje erg rigoureus. Ja, je gaat ook beginnen met je sterkste elftal en daarna als 2-0 voor staat dan wisselen. Want nu heeft hij enorm gok genomen. Die had ook verkeerd kunnen uitpakken. Maar dat hij als trainer zegt, ik zie hoe mijn spelers met mijn staf ervoor staan, dat kunnen wij moeilijk beoordelen. Vind ik, hoor. Ja, tuurlijk. Dat verhaal, ik snap het verhaal ook wel wat Smit vertelt. Als spelers moe zijn, moeten ze niet spelen. Maar ze zijn wel al een heel seizoen elke week moe. Dat vind ik wel verrassend. Dat vind ik opmerkelijk. Als je ziet wat er in het buitenland voor wedstrijden wordt afgewerkt in grote competities met een veel hogere intensiteit. City, Guardiola, verandert bijna nooit van basisopstelling. Je kunt de opstelling dromen. En die spelen echt om de 3 dagen. En af en toe krijgt er eentje rust. Maar ja, wat Smit en PSV, hoe daar wordt gehusteld met spelers, dat is wel van een andere orde. En ik begrijp de uitleg en ik begrijp ook wel, ik denk ook wel dat hij kiest gewoon voor doorkomen in Europa. Hoe knap lastig trouwens. Wat heel lastig wordt nog. Zeker lastig. Grote stand. Ja, 4-2 is geworden. Ja. Ja. Ze moeten 2-0 winnen, dan gaan ze door. Ja. Ja. Ja, en 0 tegen is. Ja, 0 tegen PSV, dat zie je de laatste. Nee, en het is toch wel. Fulham wilde 10 miljoen betalen voor Timo Baumgartel. Okay. En als je die dan bezig ziet.
En dat ligt wel ook aan de rest van het team. En dat is niet alleen maar op één persoon af te schuiven. Nee. Maar die maakt wel, met een invalbeurt, wel bijna alles kapot voor PSV in zo'n eerste wedstrijd. Maar ja, goed. Nou ja, kijk, die hele gedachte van Smit, nou, die kan ik dus tot op zekere hoogte volgen. Alleen, ik had andersom begonnen, maar ik ben geen trainer van PSV. En dan die jongens na een dikke tegen gewisseld, want nu had het gewoon 0-2. Had het gewoon 0-2 moeten staan, minimaal bij de rust. Hè? Zouden ze zeker achterhand, ja. Ja, dan had het ook 0-4 kunnen zijn. Ja, of, ja. En dan was het hele verhaal waar. Ik moet zeggen, Passer pakte gisteren ook wel wat aardige ballen, hoor. Had veel redding moeten verrichten. En uiteindelijk pakte het wel. Eén keer ook bijna niet, hè? Ja, met zijn voeten, dat hij op de doellijn, ongeveer op de doellijn. Oh, ja. Volgens mij stuit een beetje van zijn voet weg. Klopt. Nou ja, als je moet die, het geluk ook hebben. Als je die leeftijd ziet, kan je nog 16 jaar voetballen. Hè? Ja, hoe oud zijn die? Nou, hij wil tot zijn 40ste doorgaan. Dus, ja. Hij wordt steeds grijzer. Als bij mij alles nog werkt, zou ik dat ook willen. Ja? Waarom niet? Ja. Maar het mooiste vak wat er is. Dat jij op latere leeftijd, want je bent 14, 15 toen je keeper werd. Hè? Dat je pas op latere leeftijd, dat je zeg maar afstand van 6 jaar hebt. Ja. Heeft dat ook betekend dat jij wat later je echt ontwikkeld hebt, stabieler bent geworden als keeper? Tuurlijk. Ja, je hebt gewoon een achterstand, vooral op het keepergebied. Dus je leert eigenlijk nog heel erg bij. Die moet je nog inhalen. Ja, wat ik net al zei. Ik voel nog zeker in me dat ik nog een betere keeper kan worden. En dat ik nog wel veel meer in me heb. Wat een wapen is, dat geldt ook wel voor Pasveer trouwens, schiet me te binnen, is dus die trap, hè? Ja, hij heeft zeker een goede trap. Ja, hij heeft een hele goede trap, maar die heb jij ook. Dat is een soort paas. Ja, ik hou wel van een snelle spelervatting, vooral. Ja. Zoals gisteren had ik ook één moment. Het is dat Marsman goed uitkwam, dat hij het goed las, want anders was Quincy gewoon weg. Ja. Was ook volgens mij geen snelle omschakeling van Feyenoord. Maar gewoon in die situatie hou ik wel zeker van. Ja, dat is zichtbaar, maar dat heb je van nature, die trap. Ja, dat heb je van nature, maar daar werk je ook elke dag op. Traint er wel op, ook, toch? Ja, tuurlijk. Je traint er elke dag op. Het is niet dat het uit de lucht komt vallen dat je zo kan trappen, nee. Die Ederson, hè, want jij kijkt dan het dus tegen, maar Ederson die had gisteren een soort lasertrap vanuit zijn eigen 5-meter gebied op Sterling. Op de rand van het 16-meter gebied van de tegenstander. Die leidde dus gewoon een counter in. Vanuit zijn eigen 5-meter gebied met een trap. Dus dat heb ik nog nooit gezien. Ja. En die heeft dat wel helemaal. Die is er ook mee bezig met Guardiola. Maar die heeft dat tot een nieuw niveau gebracht. Daar moet je maar eens naar kijken op YouTube. Naar die, ga ik doen. Dan kun je een samenvatting van zien. Ook die laatst tegen Arsenal was dat toch? Ja, die tegen assist. Arsenal. Ook niet normaal. Ja, het is dus een keeper die dus gewoon. Hij ziet veel, hè? Hij zegt wel van niet, maar hij ziet veel. Ja. Maar dat moet ook wel. Als je 24 bent en ambitie hebt en je wilt je verder ontwikkelen, dan moet je kijken naar hoe doet die Ederson dat. Hè? Ja, maar ik zou dolgraag willen weten hoe die jongen dan traint. Ik zou echt. Tuurlijk. Want hij wordt echt beter met het jaar daarin. Ja. Dan moet jij ook daarin beter worden, anders sta je stil. Zeker. En dat is ook het ding dat jij volgend jaar wel een stap wilt maken. Dat je gewoon een nieuwe uitdaging aangaat. Met nieuwe spelers om je heen, weet je wel. Ja. Dus ik voel me ook wel dat ik daar klaar voor ben. Om een nieuwe stap te maken. Ja, en dat houdt dus in. Ja, dat kan binnen Twente zijn, maar dat kan ook. Want je contract gaat gelicht worden. Ja. Want het is ook belangrijk voor Twente dat het gebeurt, natuurlijk. Ja, zeker. Dus bij een transfer nog lekker wat geld pakken wat ze nodig hebben. Ja, zeker. En dan kunnen ze van daaruit weer misschien andere spelers gaan halen. Sociale gedachte van je. Ja. We hebben wat goals van Twente, dan sluiten we dat af. Ik heb nog even een vraag van jou straks over Ajax en wie er doorkomt op Ajax en PSV. Want jullie hebben een voetballend elftal, dat kunnen we ook zien aan de goals die Twente, Twente maakt. Ja. Het is bij Vitesse uit. Ja. Gewonnen. Deze hadden we zeker nodig. Ja, het had je een paar wedstrijden achter elkaar. Dat hadden we niet gescoord ook. Hadden we 4 wedstrijden, stonden we droog en volgens mij niet heel veel punten gepakt in die tijd. Maar het geeft ook rust, vooral deze. Dat je de 0-2 maakt, 94 nu, dan weet je zeker dat het klaar is. Wat ik zeg is, dat is evident, hè? Dat is duidelijk. Dat is echt een voetbalelftal wat jullie hebben. Ja, zeker. We proberen vaak leuk voetbal te laten zien. Nou, op dit veld ging het wel best lastig, hoor. Slecht het veld, zeg. Echt slecht veld. Ja. Volgens mij hoorde ik ergens dat we een nieuw veld zouden krijgen. Ja. Dat is de bedoeling, maar ik geloof dat het een beetje ruzie tussen de club en tussen de gemeente en tussen het stadionbeheer. Ja. Wie nou de kosten moet gaan betalen voor het veld.
Dus, maar dat is waar. De Twente is nog echt een voetbalelftal zoals je, een Hollands voetbalelftal met 4-3-3 met vleugelspelers. Het gaat nu al Vitesse en 3-5-2 en modern voetbal, PSV, gegenpressing. Ajax is natuurlijk met Ten Hag een soort van laboratorium geworden. En dan heb je FC Twente. Ik denk dat je daar dat bedoelt ook. Dat bedoel ik. Zeggen. Ja. Het lijkt wel of het karakter van de trainer een beetje te zien is. Het ziet er al zo vrolijk uit. Ja, is het vrolijk, is hij altijd vrolijk? Of? Ja, zeker. De positiviteit komt er vanaf. Zeker. Zoveel energie. Ja, superleuk om mee samen te werken. En we zijn echt een team ook. En we hebben het met elkaar allemaal heel leuk. En daar genieten we allemaal heel erg van. Ja. En in die fase dat we het even niet even liepen, maakten we ons daar totaal niet druk om ook. Want we weten wat we hebben en wat er in ons zit. Ja. Dan gaan we naar de voorspelling van deze week. PSV hebben we al met z'n allen geconstateerd, dat is heel makkelijk te constateren, dat het vrij lastig wordt tegen Olympiakos. Hoewel die ook in de competitie verloren en nu gelijk gespeeld. Olympiakos was helemaal niet zo goed. Alleen PSV was zo dramatisch dat het leek alsof die Grieken, of die gasten, hoe je ze wil noemen, dat die wel aardig waren. Maar als PSV geconcentreerd is, dan is het de betere ploeg. En als we dan ook nog eens goed aan een wedstrijd beginnen. En het 90 minuten beter voelt. Ja, ik denk dat PSV nog wel een kans heeft als het geconcentreerd is. Ja, en moet goed zijn. Want tegen ons waren ze echt goed dan. Ja, ze zijn PSV in fases Twente. Heel goed. Waren ze echt heel gevaarlijk. Toen waren jullie vrij kansloos. Ja, eigenlijk wel. Ja, 3-0 geloof ik. Ja, 3-0 werd het. Het kon nog wel erger worden. Ja, we waren echt kansloos. Ja. Ja. Dus lastig. Ja, kijk, zo'n uitslag en je verkijk je dan op die blunders. En dan ga je toch een beetje... daar verkijk je dan op en denk je, ja, het is wel heel slecht allemaal. Dan wordt het heel negatief. Maar ja, met Malen, met Sahavi, Rosario, als hij een normaal niveau haalt. Want hij maakt wel, hij wordt steeds onzekerder. Ja, en dat eens, is, en eens. Dus ja, Dumfries is gewoon Oranje International. Weet je wel, Max is fit bij de Duitse ploeg. Dus ze hebben gewoon kwaliteitsspelers. Alleen ja, als Rosario dan een paar weken achter elkaar minder speelt als die verdediging niet goed staat, dan ziet het er al heel snel heel slecht uit. Maar als PSV een goede dag heeft, maar dat is niets wijst daarop. Maar dan nou, de tweede helft gisteren wel, vond ik hoor. Ja, de tweede helft wel. Ja. Ja, dan kwamen ze aardig terug. Alleen Olympiakos is geen ploeg die waarvan je zegt, nou, die gaan sowieso van PSV winnen. Mm. Nee, PSV heeft die goals weggegeven. Dus daarom zie ik nog wel. Ik ben benieuwd naar die wedstrijd. Zie ik wel perspectief, eerlijk gezegd. Ik gun het ze wel hoor. Ja. Natuurlijk, die gunt altijd toch Nederlandse club zo hoog mogelijk in Europa komen. Nou, dus zullen van Ajax zijn nood hebben, hè? Die kwamen natuurlijk achter door een fout van Tagliafico, omdat hij zijn bril op had. Ja, die zag even iemand niet. Je zag iemand niet, nee. En dat ook eerlijk toegeven. En dat Brobby dan dat winnende maakt, is natuurlijk voor Brobby heel leuk. Ajax speelde heel goed en wat ik wel opvallend vond, wij vonden Ajax wel oké, in de Nederlandse media. De Fransen waren idolaat van Ajax. Ik wist niet wat ik las. Ja, dat was echt zo. Dat ik van, wow, dat hebben we hier eens op Barcelona zien voetballen. Maar de manier waarop bijvoorbeeld Daley Blind opereert op het middenveld, ja, dat zien ze in Frankrijk. Want dat zijn vaak fysiek sterke spelers die ballen veroveren. Zie Sangaré bij PSV. Dat zijn het soort middenvelds die in Frankrijk opvallen. En dan Daley Blind die overal tussendoor zweeft en met die ballen strak vooruit tussen de linies heen dat natuurlijk, die steeds een speler weten vinden. Ja, dat vinden die Fransen mooi om te zien. Ja. Is het zo dat jij, als jij nou openlijk gezegd, ik wil wel bij Ajax spelen in de toekomst? Nou, ik heb dat nooit gezegd, maar ik zal nooit weigeren of iets zeggen als Ajax ooit zou komen. Nee, ik zag op internet te zoeken naar je, dus kwam ik dat tegen. Wat stond er dan? Dat Drommel wel Ajax als een soort droomclub zag. Ja, natuurlijk. Ajax is natuurlijk een mooie club. Nou, mooi. Het is een prachtige club. Het is een prachtige stad, club, natuurlijk. Zeker. Ik kom er ook uit de buurt vandaan. Ik kom zelf uit Bussum. SDO Bussum. SDO, ja. Gezellig, leuk, klein veld. Ja. Ja. Ja, ik woon er ook nog best vlakbij. Dus ik zou het zeker mooi vinden. Alleen nu ook met die situatie met André, wat gaat er met hem gebeuren? Zeker. Dat is allemaal heel moeilijk. Ze gaan een vellende aanval nu met Dolph Segaar als een van de advocaten. Gaan ze naar het CAS in de hoop dat ze toch wel een paar maanden eraf kunnen krijgen van die straf. Ja. Dat is een stellige overtuiging dat het gezien vergelijkbare gevallen misschien wel gaat lukken. Ja, ik zou het wel echt, ik gun hem echt dat hij gewoon weer straks kan spelen. Maar ja, het is afwachten. Het is allemaal gekkigheid wat er is gebeurd daar.
Ja, normaal gesproken zou je natuurlijk komende zomer zou Onana naar het buitenland gaan. Ja. En zou er een nieuwe keeper moeten komen. Ja. Ja. Maar ja, nu weet je niet echt wat er gaat gebeuren. En, ja, ik zie een Silas ook misschien wel zo naar Ajax terugkomen. Is inderdaad een optie. Ja. Ja. Maar wat voor mij belangrijk is, ik moet gewoon blijven spelen. En, ja. Ik heb het namens zin nu bij Twente en ik wil gewoon hier zo goed mogelijk seizoen afsluiten. Iets anders. Ja. Silas heeft op een gegeven moment gekozen voor de tweede plek bij Barcelona. Op een bepaalde leeftijd ook, hè? Terwijl hij oranje keeper al was. Ja. Zou jij zoiets doen? Stel je voor Barcelona belt en Koeman zegt, Ter Stegen is nummer 1, die blijft nummer 1. Ja. Maar jij keept in de koppelderij en je bent tweede keeper. Het is Barcelona. Dan zeg je wel. Ja, het is toch een wereldclub. Nee, maar, en hij heeft ook best wel wat wedstrijden gespeeld. Zeker. Hij speelde wel de beker. Ja, zeker. En de finales van de beker ook, die ze toen haalden. Goed. Maar het is toch best wel dat je... Ja, ik vind het soms wel opvallend dat keeper dan 3 jaar lang op de bank gaat zitten. Ja, goed. Nou, voorlopig gaan we even kijken naar, dat sluiten we het hiermee af. Het eerste blok, we kijken naar waarom je bij Twente het aardig doet. Milik, lekker schot. Redding Drommel, rebound Klaassen, moet er eigenlijk in. Maar de redding van Drommel. Drommel doet het goed vanavond. Bij zijn debuut voor FC Twente. Schot is goed en hard en door niemand aangeraakt, en dus is hij voor Drommel. Engels vrij voor de goal, die Engels en dat is bijna raak. Goede redding zeg van Drommel. Een geweldig gepakt door Drommel. Deels tegen draad en dan gaat Van der Ven er 3-0 van maken, zou je zeggen. Maar Drommel, maar weer eens met een redding van de buitencategorie. Want wat was hij weer snel op de been, Joel Drommel. Een geweldig keeperswerk van Joel Drommel. Ook weer zo'n paas van Drommel, want dat is het gewoon. En Onana gaat achteruit. Hier is dit de kans voor Danilo en redt Onana. De ballen die hij over 60 soms nog wel verder weet weg te leggen. Deze trap is echt... fenomenaal. En Drommel redt in eerste instantie. Kunst en vliegwerk. En vooral reactievermogen van Drommel. Drommel moet komen. Hij is uiteindelijk net op tijd. Gaat hij er alsnog in? Nee, wat een reflex van Drommel. Had het even goed gedaan hoor. Dit is echt geweldig gedaan, deze reflex van Joel Drommel. Goeie duel dus. Berghuis, Drommel. En Drommel heeft hem, maar pakt dus ook deze. Sahavi gaat die strafschot nemen en Drommel weet hem te pakken. Zo, nou genoeg mooie beelden van even zien, vind je niet? Dat is altijd leuk, toch? Ja, zeker. Terug te zien. Zeker, zeker. Het zijn mooie beelden. Aangeschoven is Martijn Krabbe dan. Die vond het al lang genoeg duren. Het al genoeg duren, dat buitenlandse voetbal. Ja, daar kwam geen eind aan. Nee, nu gaan we lekker naar het Hollandse voetbal. Zo is het. Ja, dat deden we ook al een beetje met Jobbel uiteraard. Die heeft er wel antwoord gegeven op de stelling. Feyenoord gaat een vrije val maken. Hij zei nee. Wat zou jouw antwoord zijn? Ik denk het ook niet. Nee? Nee. Ik denk dat... dat had gekund als ze tegen Twente... Zeker na die snelle 2-0 van jullie, als er helemaal elkaar was gestort. Dat viel uiteindelijk wel mee. Feyenoord kreeg wel weer wat grip. Hadden wel een beetje die geluksgoal van Toornstra. Prachtige goal trouwens. Ja. Kon je niks aan doen, hè? Zo hard. Ja, hij zat er wel aardig in. Hij zat er aardig in. Ja. Het was echt hard, ja. Dus je had het wel even nodig. Nou, en daarna probeerden ze toch weer terug in die wedstrijd te komen. Ze pakken nog een puntje. Dus dat moet wel het vertrouwen geven dat het niet een totale ineenstorting wordt. Nee, qua voetbal vond ik het niks. Nee, het was ook helemaal niks. Het was echt niet om aan te zien. Nee. Dus ja, dat klopt. Ik wil niet om er één uit te pikken, want dat is misschien niet fair, maar het komt er bijna niet omheen. Diemer speelde de eerste helft alle ballen regelrecht naar de tegenpartij. Ja, maar iedereen toch? Of voor je het centrum? Kijk, dat is altijd zo. Altijd als het slecht gaat met Feyenoord, wordt die Diemer er altijd uitgepikt. Nee, of Linssen. Nee, maar het is wel zo. Kijk, jij begint er nu over. Maar altijd als het slecht gaat met Feyenoord, ja, Diemer, Linssen. Nou, Linssen dan nu in mindere mate. Gisteren was het dan Diemer, die inderdaad niet sterk speelde. Maar dat gold toch eigenlijk voor heel Feyenoord. Ja. Misschien een beetje op Toornstra na.
Ja, nou ja, daar heb je gelijk in. Maar ja. Nee, ik vind Diemers gezien zijn mogelijkheden een hele nuttige bruikbare speler. Maar gisteren even niet. Nee, gisteren zeker niet. Nee, tuurlijk ben ik het met je eens. Maar ja. Nogmaals, het centrum. De Bewieren ook, de Senesi hebben we toch eigenlijk ook veel te weinig. Waar ik niks van gezien. Voorin, allemaal matig. Berghuis is dan de enige die nog af en toe met een oplossing kwam. Dus heel fijn dat eigenlijk een slechte dag. Maar ja, misschien lag het ook wel aan de manier zoals Twente begon. Ja, jullie begonnen aardig. Ja, zeker. Vooral eerst half uur. Hoeveel minuten stonden we 2-0 voor? Kwartier? Ja, zoiets. Ja. Ja. Ik dacht, we maken hier nou mee. Maar ja, we hadden echt veel meer verdiend. En je moet de wedstrijd eerder op slot zetten. Ja, Luciano kreeg een 9 van de coach, Nassing. Ja. Die heeft het naar de hand alweer gerelativeerd. Vond het een beetje veel als je niet scoort, want die had wel moeten scoren. Ja, zeker. Maar de eerste twee goals was hij ook bij betrokken. Ja. De assist en waarvan een hele goede paasje van Quincy met de hak, vond ik. En de penalty die waar Feyenoord slordig in was, dat we daar goed op counteren. En natuurlijk dat Marsman uit zijn goal de bal verliest en dat Senesi op de goal, ja, die moet je wel scoren, vind ik. Ja, dat maar dat vindt hij zelf ook. Alleen ik zie hem steeds meer groeien in wedstrijden. Hij was stikzagrijnig de afgelopen. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Wat zou jij hebben als jij weer niet scoort en dat je wel de kans hebt? Dan zou ik meedelen van ik zou gereinigd moeten zijn geweest. Ja. Maar... Nee, dat klopt. We willen een paar dingen weten uiteraard. Hè? Want ja. Het ging het week over van alles weer. Eerst hebben we de goals van Heerenveen tegen Feyenoord. Bizar. Bizar is een verkeerd woord eigenlijk. Hè? Wat daar gebeurde in die wedstrijd. Waarbij ik na rust even dacht, eerlijkheidshalve... Dat gaat goed met Feyenoord, zeg. Dit is de 1-0, hè? Dit is de 1-0, ja, dat klopt. Hier staat het inmiddels 1-3 en kijk naar de klok. En dan gebeurt allemaal dit. Het is... ja. Dat heeft erin gehakt, hè? Ja, tuurlijk heeft dat erin gehakt. Kijk, hup. Vinden jullie dit een overtreding? Nou, wat vind jij ervan? Ja, 5 meter, je wordt uit balans gebracht. Die 5 meter geldt volgens mij, wordt wel uit balans gebracht. Ja. En volgens mij zei Veerman zelf ook tegen die spelers van hier. Ja. Volgens mij wordt hij niet goedgekeurd. Ja, ik had ook dit seizoen, werd ik door Anko Jansen tegen Emmen, werd ik echt bij mijn hand tegen mijn keel. En hij ging niet eens voor de bal en iemand anders kopte hem erin. Dus ja. Hij hangt ook een beetje in de lucht, dan ben je natuurlijk automatisch al een beetje uit balans. Ja, dan word je uit balans gebracht. Ja, weet je, er wordt natuurlijk makkelijk gezegd, zo'n keeper die moet daar gewoon sterk zijn. En dus nou sla je iemand zijn kop eraf als die in de buurt komt. Maar dat vind ik ook aan de ene kant dan. Ja, toch wel? Dus je moet daar veel harder zijn dan? Je moet daar harder zijn, maar ik vind, het is lastig. Dat is het ook. Maar zo'n situatie, je ziet ook niet dat die heel erg uit balans wordt gebracht. Maar een tikje is misschien net genoeg. Dan ligt het maar net aan wie er achter die VAR zit. Ja, vroeger bij Piet Schrijvers of zo gebeurde dat niet. Nee, die schoen gewoon je hoofd eraf. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat is natuurlijk veel minder nu wel. Ja, deze dat komt ook door middel van, omdat we al die camera's hebben en de vader steeds. Maar daarna heb je dus het verhaal van die financiën gekregen. Ja. Hoe kijk jij dat aan? Wil je eerst dit, die beker? Of, nou, doe dat maar, ja. Goed. Ja, die beker was natuurlijk de enige kans op een prijs, op een echte prijs. Ja, en als je dat zo weggeeft, ja, dat hakte wel in. En dit keer had het niet te maken dat Heerenveen nou zo veel beter was of tactisch geweldig. Dit hebben ze natuurlijk helemaal gewoon zelf weggegeven. Hè? En het begint met Berghuis met die domme rode kaart. Ja, die hebben we ook nog even, die rode kaart. Twee keer geel, trouwens. Ja, kijk, dan kan je zeggen dat het is een aanvaller die een overtreding maakt. Is natuurlijk ook wel zo. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Deze en die andere ook al niet. Dus dan kom je met 10. En dan is er eigenlijk nog niks aan de hand. In feite verandert er dan voor Feyenoord niet zo gek veel. Omdat ze toch al die voorsprong hebben. Maar als hij dan zo verdedigt, zo slap, zoveel ruimte, niet agressief. Ja, dan roep je het een beetje over jezelf af. En ook, ik vond het moment waar we het net over hadden met die keeper ook wel symbolisch. Als jij nou een ploeg bent en je vindt dat je onrecht wordt aangedaan. Nou, hold hem het al op af. Ja, natuurlijk. Doe dan wat. Ga je toch naar die scheidsrechter toe. Dan zegt hij, waar ben jij nou mee bezig? Nee, het was allemaal gelaten. Nou ja, jammer joh. Dus ja, daar begon het al mee. En als je dan uit wordt geschakeld voor de enige prijs die je nog kunt pakken. Je moet een paar dagen later naar Twente. En op die vrijdag, want daar gaan we dan nu naartoe. Ja. Stapt de directie binnen. Dan ontbreek ik jou. Sorry, voor de volgende aan te houden. Is dat Berghuis zou een soort van sorry gezegd hebben. Ja, een soort van sorry. Een soort van zwanger. Wat is het? Ja, niks je bent het of niet. Of je zegt het of niet. Ja. Dus ja, er komt eigenlijk op neer dat hij zegt. Ja, jongens, wat ik heb gedaan is niet zo slim geweest. Maar de manier hoe jullie soms als kleuters hebben verdedigd. Ja, dat neemt natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook niet goed. Hè? En misschien. Dus ik denk, dat bedoelt hij met een soort van excuses. Hij vindt niet dat alles op zijn bordje terecht hoeft te komen van deze uitschakeling. En heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Nogmaals, het was dom. Maar het staat 3-1.
Ja. En Feyenoord is normaal gesproken wel sterk in een voorsprong verdedigen. Ja, dus dan vind ik inderdaad niet dat je kunt zeggen van dit is allemaal Berghuis' schuld. Dus dat is een beetje dat halve sorry wat hij dan heeft gezegd. Ja. Dan krijgen we uiteindelijk het financiële verhaal, dat de directie binnenstoomde, ja, of binnenkwam, ja, en zei van jullie moeten weer gaan inleveren. Het was niet zo dat die spelers werden verrast hoor, er werd aangekondigd, ja, dat ze zouden komen. En inderdaad, het was een mededeling. Er wordt een loonoffer gevraagd, ook aan het personeel bij Feyenoord. Die hebben dat allemaal ook toegegeven of toegegeven, gewoon getekend daarvoor. Dat hadden ze natuurlijk al eerder gedaan, spelers ook. Personeel moest ook een aantal dagen vakantie inleveren. Dat is nu niet het geval. Maar die waren allemaal akkoord. Ja, en dan komt het op de spelersgroep aan. En een deel zegt prima, wat doen we? Dat is geen enkel, dat is geen zorgen. Maar er zijn ook spelers die vinden van één loonoffer was wel genoeg. En wij vinden niet dat de club zomaar van ons 20% of wat het dan ook is aan geld kan vragen. Dus die onderzoeken nou ook de juridische mogelijkheden van kan Feyenoord dit? Wat kunnen wij er tegenin brengen? Dus dat krijgen we al stage. En vandaar dat de advocaat ook naar die wedstrijd afgelopen zondag zei van dit moet gewoon snel opgelost worden. Ja, liefst vandaag nog. Ja, hij zei het volgende afloop van die wedstrijd over dat salarisoffer. Ja, het bestuur zal ze reden hebben gehad om dat tegen de groep te vertellen. Dus, maar dat moet wel opgelost worden. Ja, maar ik neem aan dat ze toch ook eerst dan bij jou even de trainerskamer inlopen. Joh, Dick, we willen dat en dat gaan zeggen. Had jij misschien kunnen zeggen, nou wacht even een week. Ja, ik wist van het gesprek wel. Ik wist niet de uitkomst. Dat niet, maar nogmaals, dat moet opgelost worden tussen het bestuur en de spelersgroep. Ja, maar de vraag was wat je van de timing vond. Van de timing? Ja, als het opgelost had geweest, dan had er niks aan de hand geweest. Maar het was nog niet opgelost. Nee, maar heb je dan krijg je dit soort situaties. Ja, heb je dan het idee dat dat doorettert in je elftal in het spel? Of is dat moeilijk te meten natuurlijk? Moeilijk te meten. Ja. Ik zat ze morgen vragen. Ja, ik vroeg aan jou of Dick zelf een loonoffer heeft, weet je iets? Ja hoor, ja? Het loonoffer heeft hij gedaan. Ja, de rest van de staf ook, ja. Ja. Ik geloof niet dat Dick nou heel veel meer verdient in zijn carrière dan wat hij nu bij Feyenoord krijgt. Nee, dat geloof ik zeker. Maar, Hij heeft vanochtend wel gesproken met de spelers waar het eventueel om zou gaan. En in de hoop dat inderdaad snel een oplossing wordt gevonden. Want dit kan niet door etteren. Want zelfs het geld wordt dadelijk echt een juridisch gevecht. Of zijn er spelers die denken van ik heb er gewoon maling aan. Ik ga gewoon naar de rechter. Ik wil dit niet. Ja, dat wil je natuurlijk te alle tijden voorkomen. Het is ook een slecht signaal. Als de medewerker van de fanshop wel gewoon zegt van ik sta mijn deel van mijn salaris af en ik zeg maar wat hoor. De spits zegt van bekijk het even lekker, ik doe het niet. Dus dat is natuurlijk niet goed. Hebben jullie een loonoffer moeten toestaan? Ja, begin van het seizoen. We hebben wel moeten afgeven, ja. Ja, maar daar zat je niet over in of wel? Nee, we hebben met spelersraad volgens mij en met bepaalde spelers gepraat en iedereen accepteerde het wel. Ja, want bij Twente is nu de financiële toestand altijd een probleem, hè? Ja, zeker. Vooral de laatste jaren. Ja, dat heb je allemaal meegemaakt. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja, en overleefd. En overleefd, gelukkig wel. Nee, als het met voetbal goed gaat, dan gaat het met de club ook wel goed. En nu is er wel rust. En, ja. Nou, die is er bij Feyenoord niet? Nee. Nou ja, dit helpt ik ook niet. Nee, maar die timing is ook niet echt ideaal, toch? Maar ze wist ik ben net uitgeschakeld. Dan, Of misschien is de timing dan wel goed. Ja, weet ik niet. Als ze daar gewonnen hadden bij Heerenveen, je kan ook zeggen van als club van nou ze hebben net verloren, dan gaan ze nu eventjes aan... Ze hebben geen eisen te stellen. Nee. Dat is ook een heel slecht signaal naar buiten toe als ze dan ook nog zeggen van ja maar wacht eventjes, dat doen we niet. Dus weet je, timing is nooit goed, want in januari hadden ze het ook kunnen doen, maar daar hebben ze het expres niet gedaan omdat die serie wedstrijden tegen die topclubs toen speelden. Mm. En ja, nu, ja, je moet toch een keer, het moet toch een keer besproken worden. Ja, het is nooit de juiste timing. Nee, overigens voetbaltechnisch bracht Feyenoord gisteren niet een van de spitsen in. Geen Beuzeniek, geen Jurgensen, geen Prato. Die liepen allemaal warm keurig langs de kant. Ja, nee, ja, dat klopt. Dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij ze niet goed genoeg vindt? Simpel. Ja. En omdat hij ze wekelijks elke dag op de training ziet. En als je, kijk, het was misschien ook wel een wedstrijd van Jurgensen geweest. Ja. Maar als je dan die wedstrijd tegen Heerenveen zag afgelopen woensdag. En hij valt in, op een voor Feyenoord natuurlijk moeilijk moment. Ja, en als je dan spits bent met 10 tegen 11, dan moet je natuurlijk wel gaan sleuren. Ballen, ja. Ja, dan moet je natuurlijk wel duels winnen, dan moet je kopduels winnen. Dan moet je aanspeelbaar zijn, dan moet je zorgen dat je ploeg aan het voetballen komt. Ja, niks van gezien. Dus ik denk dat de advocaat heeft gedacht van, je was er niet woensdag, je stond te slapen. Dan blijf je nou ook maar even lekker langs de kant zitten. Dat is denk ik de reden geweest. Ja, en Prato en Bozen, ik vind die gewoon niet goed genoeg. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ook dat bedoel ik niet persoonlijk, want ik ken de man niet.
Prato vond er eigenlijk vanaf het eerste ogenblik al van, wat kan hij nou bijdragen? Ja, 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 dat is zeker met terugwerkende kracht natuurlijk wel een probleem. Als jij in januari besluit een spits voor een paar ton te halen, en met de bedoeling dat hij natuurlijk Feyenoord verder helpt in de beker, waarvoor ze nu zijn uitgeschakeld, in ieder geval in de competitie, op weg naar Europees voetbal. Ja, en het blijkt uiteindelijk geen match te zijn. En je hebt scoutingsrapporten en die zei ook van, nou, misschien moeten we dat maar beter niet doen. En ja, het gebeurt toch. En je moet nu loonoffers gaan vragen aan spelers. Ja, die gaan natuurlijk ook denken van, maar waarvoor moest die spits dan komen? We hebben toch was het in januari dan niet bekend hoe de financiële situatie zou zijn? Dus dat is wel een, dat bijt Feyenoord nu wel in de staart, vind ik. Ja. Dat ze dat hebben gedaan. Tegelijkertijd moet je er natuurlijk wel alles aan doen als club om te blijven presteren en om te proberen Europees te halen. Ja, dat is de afweging. Die, ja. Die hebben ze moeten maken. We moeten toch wel een versterkingetje halen, ja. Anders dan lopen we helemaal leeg. Ja, precies. Ja. En dan lukt het niet en gebeurt het niet en dan krijg je dit scenario. Want jij dacht in het begin van, wat is dit? 20-5-0, 2-0 na 11 minuten. Ja, ik dacht, het is klaar. Ja. In eerste instantie zeker weten. Ja. Ja, je had hem echt niet moeten weggeven. En als je van Feyenoord kon en moest winnen, was dat zeker gisteren. Ja, maar wat is bij jullie eigenlijk het verschil tussen uit en thuis? Is dat echt de aanhang? Ja, ik weet het niet. Dit jaar thuis heb je wel wat laten liggen. Ja. En uit ben je Ajax uit. Ja. Dus ja, een beetje apart, maar ja, het is prima hoe het nu gaat. Het rare is natuurlijk dat als je Masman dat zijn naam valt, die kom je tot de lopend tegen. Of bij Twente, of nu gisteren weer. Ja. Dat is een hele rare situatie tussen jullie iedere keer. Ja, ja, zeker. Wel leuk natuurlijk, want je kent elkaar van Twente. En dat je tegen elkaar speelt is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ja. Hij had toch wel één goede redding. Hij had ook een paar minder redding, maar het was wel een cruciale met redding. Met zijn voet, ja. Ja, die. Ja. Nou, hij keepte beter dan woensdag, ja. Ja, ja. Alle kansen eigenlijk van ons gisteren waren de fouten van Feyenoord, maar dat dwing je ook af. Ja. Nou ja, het is een rare situatie met Masman geweest, want die is na de blessure van Bijlo eerste keeper geworden. Dan komt Bijlo meteen terug. Die raakt weer geblesseerd en dan moet Masman er weer in. Die, ja, dat is een soort yo-yo. Ja, dat is het lot van de tweede keeper. Ja. Dat is niet anders. Ja. Hij heeft het wel goed gedaan, hoor. Toen hij erin kwam, dacht iedereen van, nou, dat gaat nooit uiteindelijk de keuze aan de trainer en hij moet het respecteren. En Bijlo is natuurlijk ook een hele goede keeper. En het is zo jammer dat hij zo vaak geblesseerd is. Dat is zeker jammer, ja. Maar goed, Marsman heeft het wel goed gedaan. Had eigenlijk niemand verwacht. En een goede serie wedstrijden gekiept. Ja, Heerenveen was natuurlijk wel een stuk minder. Vervelend moment ook, omdat dat het dan gebeurt. Ja, dan is Bijlo fit en dan kiest advocaat toch gewoon voor zijn eerste keeper. Heel simpel. Misschien heeft het ook wel meegespeeld dat Marsman toch ook een van de spelers was die een beetje liep te zeuren over de manier van spelen bij Feyenoord. Hè. Een kantoortje binnengelopen en gezegd, ja, kan het niet anders? Nou ja, waarschijnlijk is die trainer ook niks menselijks vreemd. Wat denkt, anders? Wat bedoel je? Hoe anders? Nou, een andere manier van spelen. Ja, ja. Ja, wat Berghuis? Nou, iets meer aanvallend, iets meer druk zetten. Wat dit seizoen natuurlijk bij Feyenoord al vaker de discussie was. Ja, zeker. Dus daar was hij natuurlijk ook één van de spelers. En misschien dacht hij dan, nou weet je, als ik toch al twijfel, dan heeft dit het laatste restje wel weggenomen. Ja. Of denk ik nou weer heel cynisch, Kees? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar dat past wel bij. Ja, dat weet ik. Ja. Want de vraag is natuurlijk, ter afsluiting, ze krijgen nu Groningen woensdag alweer. Ja. Weer uit ook. Weer uit? Ja. Aardige kilometertjes maken deze week, ja. Ja, die wedstrijd is s'avonds, dus je kunt niet wakker worden gemaakt met vuurwerk, hè? Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Dat is alleen in Twente. Ja, ja. En volgens mij was alleen de buschauffeur wakker geworden, hoor. Want die had zijn raam open en die hoorde wel al die knallen. Maar de spelers hebben volgens mij allemaal doorgeslapen. Oké. Tot in de wedstrijd, zou je aan de ja. Maar goed, wat gebeurt er met Feyenoord? Plaats 2 is nog niet uit het zicht. Nee, maar dan moeten ze wel van Groningen winnen. En eigenlijk ook van AZ zondag. Ja. Dus dat maakt het wel interessant, deze twee wedstrijden. Als Feyenoord echt iets wil, en ik kan me toch niet voorstellen dat het weer zo slecht is als zeker de eerste helft tegen Twente. Ja, dan ben ik wel benieuwd woensdag in Groningen. Ja, en dan is AZ. Het was eigenlijk de enige tegenstander die Feyenoord echt helemaal heeft weggespeeld bij Vlagen dan in de Kuip. Het was wel een geweldige wedstrijd trouwens, omdat Feyenoord toen zelf, gek gezegd, ook gewoon heel goed deed. Was het 2-3? Ja, dus als ze dat weer kunnen opbrengen, dan ben ik er wel nieuwsgierig naar. En twee keer winnen zou betekenen dat Feyenoord inderdaad zich nog mengt in die strijd om plek 2. En dan moet advocaat maar weer al zijn kennis, kunnen en ervaring uit de kast halen om te kijken of hij die ploeg zover kan krijgen. In deze moeilijke situatie, uitgeschakeld voor de beker. Dat gedoe met dat loonoffer. Dus het is niet allemaal niet makkelijk. Maar die spelers
kunnen ook weer een keer opstaan en laten zien dat ze nog wat willen. Is dit hopen van een Feyenoord-watcher? Ja, dat is hopen van een Feyenoord-watcher, Kees. Ja, ja. Tuurlijk. Garantie hebben we toch ook niet? Tot de vorige. Nee, het is toch hopen dat het nog spannend wordt en dat ze nog ergens om meedoen. Ja. Ja, zeker. Goed. Wie ook enorm is tegengevallen de afgelopen weken, is Vitesse. Weliswaar de halve finale van de beker, maar 1 punt uit 5 competitiewedstrijden, ondanks deze 2. Wat zei je over de schoten van Tanane? Nou, die heeft echt een sabberbal. Ja. Dat is het moeilijkste voor een keeper, zulke ballen. Ja. Die gaan alle kanten op. Maar het is echt ongelooflijk. Dus, ja. Zoveel power, ja. Het is ook een bepaalde techniek om het zo te trappen. Ja, dat zijn de moeilijkste ballen. Maar jullie speelden wel goed daar? Ja, zeker. Zeker. Heel weinig. Gewoon 1 kans hadden ze, maar voor de rest waren wij steeds meer in de aanval. Ja, wat is aan de hand? Pieter Zwart inmiddels aangeschoven met Vitesse de bekerfinale misschien kan halen. Moest je van VVV winnen. Ja, maar dat kan nog steeds natuurlijk. Dat kan nog steeds. Dat is geloof ik volgende week. Maar daar hebben ze ook recent met 4-1 van verloren voor VVV. Uit. Ja. Ja. Ja, 1 punt uit de laatste 5 wedstrijden. Ja. Dat is verre van geweldig. Terwijl we hier toch ook gezeten hebben, ook met kenners. En dachten van, die gaan tot het einde toe meedoen. Nou ja, tot het einde toe meedoen, dat gaat wat ver. Een paar weken geleden ging het er ook over. Zijn ze nou de grootste uitdaging van Ajax? Hebben we geloof ik hier ook al gezegd van, daar is die selectie niet breed genoeg voor. Maar er komt ook bij dat tegenstanders steeds beter een idee hebben, volgens mij, hoe ze dit Vitesse moeten bestrijden. En ja, waar de zwaktes van Vitesse liggen. Ja, en nou vertel maar even waar de zwaktes liggen en waar dat goed gaat. Ja, als het goed is hebben we een instart. Ja, ja? Kijk. Ja, dit is Twente. Nou, dit is hoe jullie het gedaan hebben. En dit is hoe steeds meer ploegen het doen. Dus beide buitenspelers naar binnen. Dan vaak de spits die een beetje terugvalt op Bazoer. En dan eigenlijk direct die eerste opbouw vastzetten. Ja, je ziet dat als tegenstanders dat doen tegen Vitesse. Dat ze snel gedwongen worden door dit soort lange ballen. En dan krijg je dit soort voetbal van Vitesse. Nou, gevolg is vaak ook dat Bazoer ook, zoals in dit geval, die gaat dan een moeilijke situatie de bal vragen. Die gaat steeds meer zwerven, ook over het veld. En dat betekent dus ook dat er ruimte ligt voor ploegen als Twente die Vitesse hoog onder druk zetten om eruit te komen. Ja, en helemaal als Bazoer op dit soort plaatsen risico gaan nemen, ja, dan ligt er in één keer ontzettend veel ruimte. En dit is hoe een heleboel ploegen het de afgelopen weken tegen Vitesse gedaan hebben. Dus dat was iedere keer gewoon met 3 man direct die opbouw vastzetten. En dan blijft er eigenlijk vrij weinig over van het goede Vitesse van daarvoor. Nou, dit is een momentje uit de tweede helft. Dan was Bazoer ondertussen al echt naar het middenveld verhuisd. Maar dan hou je eigenlijk in essentie hetzelfde probleem. Dan heb je 2 mannen over die helemaal niet zo geweldig meer zijn in de opbouw. Ja, en dan ligt er alleen nog maar meer ruimte om uiteindelijk in de omschakeling eruit te komen. En wat dat betreft begreep ik ook niet helemaal waarom Roger Schmid in de wedstrijd van zondag in één keer weer 5-3-2 ging spelen. Dat hebben we voor de winst op 5 teams geprobeerd tegen Vitesse. Dat is 5 keer niet gelukt. En hij dacht bij PSV, laten we dat toch maar eens een keertje doen. Gisteren? Ja, gisteren ja. Ja, zijn verklaring daarvoor was van, ik had zelf gekozen voor een heel ander elftal. En wat er nu overbleef, kan alleen maar 5-3-2 spelen. Dat was een soort van verklaring inderdaad. Ja. Dan moest er ook meteen bij zeggen dat het ook niet geweldig werkte, dat systeem. En dat hij het natuurlijk ook na rust meteen weer omzette. En toen zetten ze Vitesse meteen onder druk. En dan zag je eigenlijk hetzelfde als tegen jullie. Dan komen ze er toch moeilijker was het bij jullie, zoals Pieter zegt, was het zo in de bespreking? Hoe schakelen wij Tanane en vooral Bazoer? Want Bazoer heeft natuurlijk in het begin een heel opvallende rol kunnen spelen. Hè? Nou, bij ons was het meer van, je moet die gasten gewoon kort op de huid zetten en gewoon plagen. En zulke jongens, die raken wel snel geïrriteerd. Dat is wel een item bij jullie? Nou, dat was dat dingetje. En proberen uit de wedstrijd te spelen. En Ramis zat er kort op. En na een paar minuten, na een half uurtje, viel Tanane uit. En Bazoer hebben we ook niet meer echt in de wedstrijd gezien. Nee, want dat is natuurlijk wel een beetje het handelsmerk van en Bazoer en Tanane. Als het tegen zit, dan is de vlam licht ontvlambaar. Zijn ze licht ontvlambaar? Ja, en dat is natuurlijk dat is wel een probleem voor Vitesse. Dat als dat je 2 beste spelers zijn, nou ja, dat zie je dus ook inderdaad bij Twente. Gaat het daar dus ook al over? Van, probeer ze te irriteren. Ja, en gewoon kort op de huid zitten. En, en dan raak ze geïrriteerd, wat je zegt. Ja. En dan gebeurt er niet meer veel. En ook die opbouw was het idee van, we gaan meteen die 3 vastzetten. Ja, maar we doen het eigenlijk ieder jaar, of het hele jaar al, dat we gelijk hoge druk zetten. Gisteren ook. En gewoon op een gegeven moment komen er fouten, of er zijn clubs die altijd willen opbouwen. En dan gaat het fout en daar moet je van profiteren. Ja. Ja, hebben jullie ook al snelle spelers natuurlijk om eruit te komen meteen daarna.
Maar wat kan Vitesse aan doen om er weer uit te komen? Nou ja, voor een deel was natuurlijk ook de breedte van de selectie. Dus op een gegeven moment kwamen middenvelders zoals Patrick vroeger in, omdat Bero geblesseerd is. En dan zie je ook helemaal met het dubbelprogramma dat ook nog problematischer wordt. Maar eigenlijk is het zo simpel als wat Lets gisteren ook zei. Ja, ze moeten eigenlijk weer een beetje terug naar de basis. Iedereen die moet gewoon zijn taken weer gaan uitvoeren. Ja, en dan moeten ze vanuit daar weer richting die prestaties zien te komen. Maar ja, we moeten denk ik ook met z'n allen concluderen dat Vitesse niet heel veel beter is dan waar het nu staat op de ranglijst. En ja, dat dit het misschien wel een beetje is. En als zij alsnog de bekerfinale halen en ze halen misschien Europees voetbal. Ja. En dan hebben ze met deze selectie meer dan de maximale eruit gehaald, denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, zeker. AZ komt ook nu steeds hoger. Ik weet niet op welke plek staan die nu. Die staan, ik heb de stand hier, dat moeten we uit mijn hoofd weten, maar die... AZ staat nog derde, toch? Oh, die komt hier aan de stand, trouwens. AZ staat nu nog derde, ja. Met 46 punten. En Vitesse heeft er dus 42, maar die hebben dus één punt gehaald uit de laatste vijf wedstrijden. Ja, dat is dus... En jullie staan op de achtste plek. Wat, ja, en ik zie ook dat Utrecht nog zelfs een wedstrijd minder hebben. Ja. Ja, die is wel tegen Ajax. Ja, in Amsterdam. Okay. Waar Utrecht trouwens best aardig bij speelt. Bij ons komt er een mooie wedstrijd nu, zaterdag. De derby. Jullie? Ja. Ja, daar zit jij al de hele middag op te verheugen, hè? Ja, het is wel natuurlijk de wedstrijd van het oosten. Ja. Ja. Dat leeft daar wel. Ja. En dat vind ik wel mooi. En volgens mij is Heracles nu ook niet in de beste shape. Verliezen gisteren 3-0. Kansloos. RKC, ja. Ja, echt kansloos. Ze hadden volgens mij niet veel gecreëerd. Ik had de wedstrijd nog gekeken. En jouw dorpsgenoot, Van der Water is er niet meer, hè? Van der Water niet. Ja, die is net weg naar Amerika. Had ik wel leuk gevonden om tegen hem te spelen. Ook van Bussum is hier? Ja, ik heb Bussum samen met SDO met hem gespeeld, ja. Ja, gifkikker in eerste klas. Ja, en hij is van SDO ook naar Almere City gegaan. Eigenlijk zelfde pad hebben bewandeld. Alleen hij gaat naar Heracles. En hij is geen keeper. Nee. Nee, leuke jongen. Hij gaat naar Orlando. Dat is een prachtige carrière. Ja. Maar jij zoekt het dichterbij in Europa. Zeker weten. Ja, want dat straal je echt helemaal uit. Dat moet gaan gebeuren. Ja, het gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, we gaan het zien. Want hoe zit het nu met je contract? Dat was toch een soort van aflopende verbindenis met nog een optie voor 2 jaar? Ja, heeft hij verteld. Ik net verteld. Ik heb nog een optie aan, die gaan we lichten. En dan, gaan we kijken waar het schip gaat stranden. Wil jij komende zomer al weg of dan liever nog even een jaartje wachten? Nee, ik wil wel deze zomer een stap gaan maken, ja. Dus dat licht is een sociaal... Dan kan Twente nog een transfersom krijgen. Ja. Hè? Ja. Wat wie is jouw zaakwaarnemer? Mijn vader. Je vader? Mijn vader ook, ja. Met nog iemand erbij. De bloedfanatieke Piet Jan? Ja, hij is dit jaar echt officieel mijn zaakwaarnemer. Ja. Die dan in zijn eentje zit te kijken in de kelder onder de frietzaak. Hoe zijn zoon het doet. Ja, precies. Prachtig beeld. Ja, toch? Ja. Ja. Geniet ik ook heel erg van. Ja? En, ja, we hebben dagelijks contact ook. En, hij geniet er heel erg van. En ik geniet heel erg van hem. En hij doet het goed met de zaak ook. Ja. Leuk om te horen. Allemaal trots. Ja. Helemaal trots. hartstikke leuk om te horen. Succes de komende weken. Dank je wel. Hartstikke leuk dat je er was. Vitesse gaan we in de bekerfinale tegenkomen. Die gaan winnen van VVV. En we gaan alles volgen deze week. Ook Europees gezien. Veel sappen, hè? Ja, we gaan wel wat wedstrijden zien. Zeker weten. Leuk. Met ons erbij. Dank je wel. Yes. Prettige dag met al dat voetbal wat zit te komen. Morgen begint het al met de Champions League. En dan woensdagmiddag de Nederlandse competitie met Willem II ADO. Dan ook nog Groningen Feyenoord. Dan de Europa League met PSV en Ajax. Kortom, we kunnen weer gewoon voor de buis gaan zitten. Zeker. Jullie ook. Dank u wel. Komt de voorzitter en de schuif is gehoord. Er is goal! Een goede kans weer van Aardigem en is goal! Oh, de goal! PSV pakt de Europa League. Kluivert, ja! Van Persie en die komt erin! Ja! Van Depay doet het met de Panenka.